Servus en welkom bij Snow Plaza. In deze video neem je mee naar Brieksen in Betalen. We nemen een kijkje in het skigebied, het dorp en geven je 5 tips voor jouw wintersport. Brieksen in Betalen ligt super centraal in de skiveld Wilderkaiser-Brieksental. Je vindt hier 280 kilometer aan pistes. En of je nou wil gaan skiën in het gebied van Westendorf of aan de andere kant richting Sul, Scheffa en Elmau, vanuit Brieksen ben je er zo. En ben je uitgekeken op de pistes van de skiweld, dan ligt ook het skigebied van Kitzbühel en Kirchberg vlakbij. De pistes in de skiweld zijn over het algemeen niet heel moeilijk. Dit betekent dat de gemiddelde wintersporter, maar ook families met kinderen, hier prima uit de voeten kunnen. Houd er trouwens rekening mee dat de dalafdaling terug naar Brieksen er niet altijd even goed bij ligt. Hij is soms erg papperig. Voor de kids is er een fantastisch kinderland direct bij het bergstation in Brieksen. En zelfs op dagen als deze, wanneer het zo hard sneeuwt, hebben de kleintjes het hier nog super naar hun zin. Je gelooft er natuurlijk niks van met dit weer, we staan midden in een wolk. Maar onze pistetip in Brieksen is de rode nummer 2. En deze afdaling is zelfs op mistige dagen nog goed te doen. Wil je tijdens je skidag even stoppen voor een hapje of een drankje, dan is een berghut snel gevonden in de skiweld. Met 70 hutten in het skigebied is het natuurlijk lastig waar je nu weer moet gaan eten. Wij vonden de Fieldsalm erg leuk, dat is hut nummer 3 op de kaart. Klein hutje, lekker eten. Wat je zeker niet moet vergeten als je in Brieksen bent, is een bezoekje brengen aan het Alpen Igradorf. Je kan hier wat drinken en als je het aandurft, kan je er ook slapen. Wil je na het skiën gezellig wat drinken, dan kan dat bijvoorbeeld in de Brieksener Stadel. En die vind je direct bij het dalstation van de Grondon. Brieksen is een perfect uitgangspunt voor wintersporters die houden van lange skitochten. Maar qua sfeer doet het dorp wel een beetje onder aan de andere plaatsen in de skiweld. Het dorp heeft een mooie kerk, maar mist een gezellig centrum. Wat het wel heeft is een camping. En laten wij Nederlanders nou dol zijn op kamperen. Er is zelfs een eigen oeverhelling. De restauranten voor Brieksen, Visserstadel. Zoals de naam al doet vermoeden kan je heerlijke visspecialiteiten eten. Maar je kunt er ook terecht voor gewone schnitzel. Het ligt ietsje verscholen. Als je vanuit Westendorf de dalafdaling naar Brieksen neemt, ligt het onderaan aan de linkerkant, net voordat je het viaduct onder de spoorrails doorgaat. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat je hem leuk vond. Heb jij nog tips voor Brieksen in Betalen? Laat dan vooral een reactie achter. Tot de volgende keer!